Iedereen van harte welkom bij de onthulling van het eerbetoon voor Sir Lawrence Alma Tadema. Speciaal woord van welkom voor alle bewoners van de straat die ook financieel hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken. En zelfs de burgemeester zie ik staan. Hartelijk welkom. Jesse, mag ik vragen om het eerbetoon te onthullen? Hoe zullen we dit onverleerd? Het is een grote vriesbedroging. Ja. Het is het zelfportret dat Sir Lawrence maakte in 1896, speciaal gemaakt voor het Uffizi Museum in Florence. Daar is het gearriveerd begin 1897 en wordt daar permanent tentoongesteld in een galerie met zelfportretten. Het bijzondere is, ik ben een half jaar bezig geweest om de rechten te krijgen en een hele goede digitale versie van dit schilderij. Het bijzondere is dat het schilderij nu hangt op de tentoonstelling in het Fries Museum, waar jullie natuurlijk ook allemaal naartoe moeten. Ja, ik heb kijk of Kerst er doorheen is. Ja, dat is het. Ja, dat is hier. Ja. Goh, wat graag. Nou, het heeft een half jaar geduurd om echt een superscherpe digitale versie te krijgen. Ze hebben hem uiteindelijk opnieuw gefotografeerd, speciaal voor dit doel. Want ik wilde hem natuurlijk behoorlijk groot doen. En ja, je moet gewoon echt absoluut topkwaliteit bestand hebben, anders is het niet mooi. Het bijzondere is ook dat het de originele lijst is. En ik vind het mooi dat hij dus helemaal de randen, helemaal de contouren volgt. En zelfs de openingen in de lijst open zijn gemaakt. Dit is een kopie van de originele lijst zoals hij in het museum hangt. U kunt nu ook in het Fries Museum zien dat hij exact tentoon wordt gesteld met deze lijst eromheen. Nou, aan de achterkant is helemaal speciaal bewonersvriendelijk gemaakt door een prachtig bladmotief op de achterkant te zetten. Dat is veel mooier natuurlijk voor de bewoners dan een spierwitte achterkant. En er is nog een mooi detail. De koepeltjerken, want Alma Tadema besloegt van koepels in tjerken.